Parmila Bisumbar is benoemd als president-commissaris van het staatsbedrijf Food and Agriculture Industries, FAI. Deze mededeling deed vicepresident Ronnie Brunswijk woensdag tijdens een regeringspersconferentie. Het bedrijf is door de regering voor een symbolisch bedrag overgenomen, maar met een schuld van ruim 7 miljoen US dollar. Directie van FAI. FAI is de directie is zoals de minister van Financiën zegt met de Noorderzon vertrokken en een grote schuld heeft achtergelaten. Maar u weet dat zij 90% aandeel hadden en men probeerde dan of mensen de regering onder druk zegt van jullie kunnen het bedrijf overnemen met een symbolische bedrag van, ik weet niet, tussen 1 of hoeveel SRD. En alle schulden over te nemen. En als jullie dat niet wil, dan zijn we genoodzaakt om FAI aan andere particulieren te verkopen. En er is een besluit genomen dat wij de schulden overnemen. Bij de Hagerinbank hebben ze een groot schuld. Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Pralaat Siudin, heeft na een bezoek aan FAI de Raad van Commissarissen geïnstalleerd. De overige RVC-leden zijn Anand Ramkissoen, Leon Brunings, Yvette Rokaji, Rachel Breveld en Lucretia Abende. Interim-directeur van de FAI, Shiva Nanho, heeft reeds een rehabilitatieplan gepresenteerd.